Goedenavond, dames en heren, thuis online. Van harte welkom op de avond van de AM Turing Award, die, zoals u al gezien heeft, natuurlijk over computer graphics en animatiefilms gaat. U kon lezen op de uitnodiging dat de film Toy Story 25 jaar geleden het begin markeerde van een nieuw filmgenre, computergestuurde animatiefilms. En dit was mede dankzij het werk van Edmund Catmull en Pat Hanrahan. Zij zijn wat de grondleggers van Disney Pixar en wordt genoemd en pioniers van de moderne computer graphics. Zij wonnen in 2019 de AM Turing Award, ook wel de Nobelprijs voor de informatica genoemd. Vanavond hebben we drie wetenschappers die dit tijdens dit webinar gaan belichten. De recente en toekomstige ontwikkelingen van de computer graphics en waarom het werk van de winnaars zo grensverleggend is voor de informatica. Ik ga hen aan u voorstellen in de volgorde van presentatie. Even kort mezelf. Mijn naam is Kitty Zijlmans. Ik ben hoogleraar kunstgeschiedenis in Leiden. Mijn interesse is vooral de hedendaagse kunst en theorie. En ik ben sinds 2010 lid van de KNAW. En ik ben voor vanavond uw moderator. Nou, voordat ik nog iets verder vertel over de avond en de sprekers ga introduceren, heb ik vier technische of huishoudelijke regels. U bent met velen al en we hopen dat we van u gaan horen tijdens dit webinar. Via Zoom kunt u aan ons vragen stellen, dus aan de sprekers, via de Q&A optie onderaan uw scherm. U kunt dan uw vraag intypen en als de vraag gericht is aan een van de drie sprekers, graag ook even zijn naam noemen. We willen zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Wilt u dan uw vraag ook kort en bondig stellen, want dan kunnen we meer behandelen. Kijkt u mee via YouTube, dan kijkt u vanuit een livestream mee. Dan kunt u geen vragen stellen, dan moet u even naar de Zoom. Turing Award is vernoemd naar Alan Turing, die leefde van 1912 tot 1954, Brits wiskundige, computerpionier en informaticus en eigenlijk grondlegger van de moderne computer. Hij heeft een tragisch leven gehad, zoals de meesten weten, heeft nu postuum eerherstel gekregen, ook in het Verenigd Koninkrijk. En sinds 1966 wordt die Turing Award uitgereikt. Ik ben even gaan kijken, uiteraard, uit interesse. En de grote lijst bestaat voor het grootste deel uit mannelijke winnaars. Maar er zijn in ieder geval twee vrouwen te noemen. En hopelijk worden dat er meer in de toekomst. In 2006 Elizabeth Francis, oftewel Fran Allen. En in 2008 Barbara Liskov. Die Turing Award wordt dus jaarlijks uitgereikt door de Association for Computing Machinery, de ACM. Voor contributions, ik citeer even, of lasting and major technical importance to the computer field. En zoals gezegd, het is de hoogste onderscheiding. Misschien dat Alan Turing niet zo heel bekend was onder het grote publiek, zoals dat heet. Maar sinds 2014 is hij helemaal op de kaart gezet door de film zo prachtig neergezet door Benedict Cumberbatch, Turing in The Imitation Game. En dat heeft mij ook enorm veel indruk op mij gemaakt, die film. De eerste spreker van vanavond is Jack van Wijk, hoogleraar Mathematics en Computer Science aan de Technische Universiteit Eindhoven. En zijn voordracht is getiteld Computergrafiek, een korte geschiedenis. Ik geef graag het woord aan Jack. Dankjewel Kitty voor de inleiding. Ik ga als eerste spreker de aftrap verzorgen. Ik zal in grote lijnen iets vertellen over de geschiedenis van computergrafiek. We beginnen bij het begin. We gaan terug naar 1962. Hier zien we een jonge promovendus bij MIT. En u ziet hier ook het begin van interactieve computergrafiek. Met zijn lichtpen kan hij 3D-vormen invoeren en in real-time bekijken. Deze promovendus is niemand minder dan Ivan Sutherland, een legende in ons vak.
Hij van Sutherland ontwikkelde Sketchpad, een man-machine graphical communication system. Als u PowerPoint gebruikt, dan zit u nog steeds bij de erfenis van dit werk. Sutherland promoveerde in 1963 met Claude Shannon als promotor en Marvin Minsky en Steven Koons in de commissie. En later richt hij met collega en vriend David Evans het bedrijf Evans & Sutherland op. En in 1988 werd hem zeer terecht de Turing Award verleend. Zijn sketchpad-systeem was bijzonder revolutionair. Dat wordt heel mooi samengevat in het volgende citaat. When asked, how could you possibly have done the first interactive computer graphics program, the first non-procedural programming language, and also the first object-oriented software system, all in 1 year? Ivan replied, well, I didn't know it was hard. Sutherland had nog een andere heel belangrijke bijdrage aan de computergrafiek. Van 1968 tot 1974 werkte hij bij de Universiteit van Utah en hij wist een geweldige groep van promovendi om zich heen te verzamelen. En met zijn team heeft hij eigenlijk de basis gelegd voor realistische 3D computergrafiek. Een van die teamleden was bijvoorbeeld Jim Clark, pionier op het gebied van hardware van computer graphics. Die zou later Silicon Graphics oprichten. Maar vandaag focussen we op Ed Catmull. Ed Catmull had als kind een droom. Hij groeide op in de jaren 50 met de klassieke handgetekende Disney-films, Hassepoester, Peter Pan, Pinocchio. En hij wilde ook animator worden, om ook van dat soort geweldige films te maken. Ja, hij werd wat ouder en hij besefte op een goed moment dat hij daar misschien niet het goede talent voor had. Hij koos voor een praktische andere carrière. Hij ging wiskunde natuurkunde studeren. In Utah aan de universiteit ontmoette hij David Sutherland en begreep hij dat hij met zijn exacte achtergrond een link kon maken met het maken van animaties en afbeeldingen. In 1974 promoveerde hij bij Sutherland op computergrafiek. Ik ga nu eerst heel ruw iets vertellen over een paar basisprincipes van 3D graphics. We beginnen met een 3D scène, typisch gemodelleerd als een verzameling gekleurde polygoontjes, vierkantjes, driehoekjes. We nemen een virtuele camera, die zetten we in de scène. Daarna nemen we een scherm waar we de scène op willen afbeelden. Dat scherm is onderverdeeld in kleine vierkantjes, ook wel pixels genaamd. En dit is rastergrafiek. Door alle pixels een kleur te geven, kunnen we een afbeelding maken. Het is gewoon eigenlijk net mini-stack. Als we nu die scène op beeld willen krijgen, dan nemen we alle polygonen en die gaan we stuk voor stuk afbeelden. De eerste stap is dat we polygoon projecteren en vervolgens gaan we uitrekenen welke pixels bedekt worden. En die pixels kleuren we in. Deze stap heet rasterisatie. Er zijn nog wel wat puzzeltjes op te lossen. Eentje daarvan is welke polygonen of onderdelen daarvan zijn uiteindelijk zichtbaar. Nou, een optie is om dat slim te doen, bijvoorbeeld door alle polygonen van achter naar voren te tekenen, zodat de voorste polygonen de achterste overschrijven. Maar dat is een beetje een dure oplossing. Sorteren kost veel tijd en je moet ook van tevoren al die polygonen tot je beschikking hebben. Het Catmull introduceerde een betere oplossing, het Z-buffer-algoritme. Het is verpletterend simpel. Voor elke pixel hou je bij wat de minimale diepte tot dusver was. Dat doe je in een zogenaamde Z-buffer. Z is de diepte van het oppervlak. Als je nu een pixel voor een nieuwe polygoon hebt, die wil je inkleuren, dan kijk je eerst wat die diepte van die nieuwe pixel is. Je vergelijkt die met de waarde die in de buffer zit. Nou, als die nieuwe pixel een waarde heeft die kleiner is dan de waarde in de buffer, dan betekent het dat het polygoontje dichterbij is. De pixel mag worden ingekleurd en de z-waarde in de z-buffer wordt overschreven. Ja, als klein detail, dat kost natuurlijk heel veel geheugen en tegenwoordig is dat absoluut geen probleem.
Maar in de jaren 70 was geheugen nog heel kostbaar. En in die tijd vond men dit daarom eigenlijk een beetje een belachelijke oplossing. Andere puzzel, misschien wel de belangrijkste puzzel in de wereld van realistische 3D-computergrafiek. Hoe krijgen we meer realisme? Er zitten heel veel verschillende aspecten aan, maar Keppel heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Met behulp van texture mapping. Eigenlijk best een simpel idee. Om meer realisme te krijgen, kun je een plaatje op je polygoon plakken. En zo kun je, zonder dat je veel extra geometrische informatie hoeft in te voeren, een veel realistischer beeld genereren. Hier zien we het idee. Links een lijntekening. In het midden zijn de vlakken opgevuld met kleur op basis van een belichtingsmodel. En aan de rechterkant zien we een beeld waarbij texture mapping is gebruikt. Heel handig, kun je de Mona Lisa eenvoudig inbrengen in je scène. En je kunt ook een mooi strak parketvloertje leggen. Modelleren van mooie gladde vormen is een hoop werk als je dat stuk met driehoekjes moet doen. Keppel had ook hier een mooie oplossing voor, samen met zijn collega Jim Clark. Je neemt een grof model en vervolgens wordt dat in stapjes automatisch verfijnd. En eigenlijk alweer een heel simpel, maar tegelijkertijd ook heel effectief algoritme. Collega Elmar IJzermans zal in zijn presentatie zo meteen hier meer over gaan vertellen. Oké. Het proefschrift van Ed Catmull bevatte deze drie nieuwe technieken. En die worden tot op de dag van vandaag nog overal gebruikt. In uw mobieltje zitten deze drie algoritmes in de hardware ingebouwd. Nou, je zou nou misschien denken, we zijn klaar om aan de lopende band prachtige animaties te maken. Dit was 1974, heel lang geleden. Pas in dat jaar verscheen het eerste commerciële rastergrafiekapparaat van Epson Sutherland met een resolutie van 512 bij 512 pixels en 256 grijstinten. En rastergrafiek was toen nog een esoterische en kostbare aangelegenheid. Keppel ging werken bij het New York Institute of Technology. De focus lag vooral op 2D-animatie. In 1976 had hij wel een primeur. Hij had in 1972 tijdens zijn promotiewerk met een collega een animatie gemaakt. De regisseur zag die en die dacht van, god, dit past keurig in mijn science fiction film. En zo kon de wereld meegenieten van de bewegende hand van Ed Catmull in een avondvullende bioscoopfilm. 1979 kreeg Catmull een nieuwe kans om richting animatie en film te gaan. Hij werd benaderd door George Lucas, onder andere de drijvende kracht achter de Star Wars films. Lucas had heel veel belangstelling voor special effects. En hij begreep dat computeranimatie veel potentie had. Hij richtte daarom in zijn studio een computer graphics lab op en Ed Catmull ging dat trekken. 1985 was weer een nieuwe ontwikkeling. Steve Jobs was net vertrokken bij Apple, was op zoek naar een nieuw avontuur. George Lucas had op dat moment geld nodig en verkocht zijn computer graphics afdeling aan Steve Jobs. De nieuwe naam werd Pixar Animation Studios en Catmull werd de president. Nu een goed moment om een nieuwe held te introduceren, Pat Hanrahan. Hanrahan had een bachelor in nuclear engineering en in 1985 kreeg hij een PhD in de biofysica. Zijn specialiteit was de spoelworm. Hij had een computermodel van het motorisch zenuwstelsel van zo'n spoelworm gemaakt. Oké, misschien vraagt u zich af, is er een link met computergrafiek? Ja, die is er wel degelijk. En als we in wat meer detail naar zijn cv kijken, dan zien we dat ook. Door zijn werk aan het modelleren van spoelwormen was Pat Hanrahan gefascineerd geraakt door simulatie en ook visualisatie. In 1982 vroeg hij aan Catmull
of je een zomerstage kon krijgen. Hij wilde meer weten over computergrafiek. Nou, dat beviel van beide kanten voortreffelijk. Daarom bleef hij hangen bij de groep. Hij ging in 1985 nog even terug naar Wisconsin om zijn proefschrift af te ronden. En in 1986 ging hij bij Pixar werken. Pixar is een bijzonder fascinerend bedrijf. Het was niet meteen een succes. De focus was eerst op hardware. Ze wilden met behulp van transputers snel beelden genereren. Er was op dat moment niet zoveel belangstelling voor. Ze besloten daarom te verschuiven naar software, naar het maken van kunstmatige beelden en animatie. En dat ging een stuk beter. Sterker nog, dat heeft geleid tot een reeks fantastische films. Toy Story uit 1995 was de eerste film die helemaal gemaakt was met behulp van 3D computeranimatie. Natuurlijk, de kwaliteit van die films is vooral het gevolg van geweldige kunstenaars die eraan gewerkt hebben. Scenario-schrijvers, animatoren, modelleurs, ga zo maar door. John Lasseter was een van de medeoprichters van Pixar en was als regisseur en producer een heel belangrijke figuur in dit alles. Hij was bijvoorbeeld regisseur van de eerste Toy Story films en heeft ook het verhaal hiervoor geschreven. Behalve het artistieke effect was er ook een belangrijke technische component, Pixar Renderman. Renderman is een heel krachtig pakket voor het genereren van hoge kwaliteit computergrafiek. Belangrijk aspect hierbij is dat het heel open en flexibel is. Bij hoge kwaliteit rendering worden vaak allerlei verschillende technieken en bronnen voor beelden dwars door elkaar heen gebruikt. Je hebt mensen die zich specialiseren in het afbeelden van water. Mensen die heel goed zijn in het modelleren van natuurscènes, zoals bomen. Anderen zijn weer heel goed in het in beeld brengen van huid. Renderman maakt het mogelijk om al die verschillende bronnen te combineren. Daarvoor was de Renderman interface specificatie heel belangrijk. Kun je beschouwen als een soort postscript voor 3D computergrafiek. Flexibiliteit werd geboden door de shading language. Die heeft heel veel invloed op allerlei latere ontwikkelingen gehad. Werd geïntegreerd in OpenGL en ook rechtstreeks ondersteund in moderne hardware. Het ontwikkelen van Renderman was natuurlijk een groot project waar veel mensen aan hebben bijgedragen. De twee sleutelfiguren waren uiteraard Ed Catmull als leider en architect van het geheel, maar ook Pat Hanrahan als opsteller van de interface. Pat Hanrahan heeft geopereerd als een diplomaat. Hij heeft met heel veel partijen, inclusief concurrenten, overlegd om te komen tot een breed gedragen standaard. Een belangrijke factor bij het succes van Pixar was de cultuur. Heel open, heel veel mogelijkheden om resultaten te publiceren en om samen te werken met universiteiten. Toch volkomen anders dan je bij een bedrijf van Steve Jobs zou verwachten. Credits hiervoor gaan naar Catmull. Hij wilde dezelfde sfeer creëren als hij zelf had meegemaakt in Utah in de jaren 70. 2006 is Pixar overgenomen door Disney. Catmull bleef president, gaf nu ook leiding aan de Disney animatiestudio's. Zijn cirkel was rond en de droom van zijn kinderjaren is uitgekomen. Pat Hanrahan koos al vrij snel voor een academische carrière. Hij heeft eigenlijk helemaal niet zo lang bij Pixar gewerkt. Ging eerst naar Princeton, daarna naar Stanford. En daar ontwikkelde hij zich tot een mega-corrivé op het gebied van computergrafiek. Hij heeft enorm veel gepubliceerd en een heel belangrijke bijdrage geleverd aan een groot aantal aspecten van computergrafiek. Ook aan datavisualisatie, dat is het vak waar ik sinds 1998 in bezig ben. In 2003 richt hij samen met een promovendus Tableau op. Een bedrijf dat nu marktleider is op het gebied van business data visualisatie. Tableau werd 2 jaar geleden overgenomen door Salesforce. En ja, dan is het verrassend om mee te maken dat een van je internationale collega's plotseling op de lijst van Forbes verschijnt,
omdat hij miljardair is geworden. Maar het is hem van harte gegund. Ik ken Pat Henren van congressen en het is een buitengewoon vriendelijke, open, bescheiden, positieve man. Ik heb een diep respect, een grote bewondering voor mensen als Ed Catmull en Pat Henren. Allebei hebben ze technisch baanbrekend onderzoek gedaan. Maar het is uiteindelijk vooral hun visie en leiderschap geweest. Hun ondernemerschap, wat heeft geleid tot innovatie met een enorme impact. Kortom, zeer terecht dat ze de Turing Award hebben gewonnen. Oké, tot zover mijn inleiding. Het plaatje wat ik hier laat zien is een hele simpele voorstelling van 3D-computergrafiek. En mijn collega's gaan nu meenemen de diepte in. Dank voor uw aandacht. Hartelijk dank Jack, voor jouw mooie historische overzicht. En al de heldere stappen die gezet zijn. We gaan inderdaad nu over naar de tweede spreker, Elmar IJzerman. Elmar is hoogleraar Computer Graphics en Visualization aan de Technische Universiteit Delft. En zijn lezing heet van Polygon Soup tot Ratatouille, ingrediënten van een animatiefilm. En ik geef nu graag het woord aan Elmar. Hartstikke bedankt. Dank u voor deze gelegenheid om hier vandaag aanwezig te zijn ter ere van twee pioniers van computer graphics. Zoals Jack al aangaf, heeft het maken van beelden met een computer een enorm potentieel, omdat je er vrijwel alles mee kunt maken. En het hoeft dan ook niet te verbazen dat filmmakers op een gegeven moment zijn overgestapt op computeranimatie. Een van de eerste voorbeelden is de film Tron. Maar ondanks de baanbrekende visuals, en ja, ze moesten verschillende elementen nog van hand schilderen, kreeg de film geen Oscar voor special effects. Omdat toen het maken van beelden met een computer blijkbaar vals spelen was. Toch had het een belangrijke impact. Het was een voorbode van wat in de toekomst mogelijk zou zijn. John Lasseter, voormalig hoofd van Pixar, zei ooit, zonder Tron zou er geen Toy Story zijn. In zijn hoofd vormde zich een droom om de eerste avondvullende computergegenereerde film te maken. Toch was de aanpassing aan computeranimatie voor Disney niet onmiddellijk. Disney zag Tron waarschijnlijk als een soort experiment. Stijve objecten zoals auto's, ja, dat blijkt mogelijk. Maar hoe kun je dynamische en vervormende personages creëren? In feite was dit een uitdaging voor iedereen. Met de ogen van vandaag kunnen we echter zien waarom Disney computeranimatie niet meteen geschikt achtte. Zelf de baanbrekende video van Dire Straits laat de problemen zien. Sorry dat ik je heel even stoor. We zien je slides nog niet. Ik weet niet of dat... Volgens mij moet je nog even je slides gaan delen. Dan doe ik dat. Het zal beter zijn met visuals. Zullen we even nog een keer beginnen? We zien ze nu wel. Ja, zo graag. Oké. Ja, doe maar even. Ja, ik had het even verteld. Zoals Jack al aangaf, heeft het maken van beelden met een computer een enorm potentieel, omdat er vrijwel alle beelden kunnen gemaakt worden. En Tron is een goed voorbeeld daarvoor, omdat het een film was waar heel veel met een computer berekend wordt. Maar toen heeft hij geen Oscar gewonnen, omdat de mensen zeggen, ja, beelden met computer maken, dat is vals spelen. Maar het heeft toch een groot impact gehad, omdat John Lasseter, voormalig hoofd van Pixar, die film gezien heeft. En die zei, zonder Tron zou er geen Toy Story zijn. In zijn hoofd vormde zich een droom om de eerste avondvullende computergegenereerde film te maken. Maar je kan denken dat dit eigenlijk heel snel zou gebeuren. Maar de aanpassing aan computeranimatie was voor Disney niet onmiddellijk. Disney zag Tron waarschijnlijk als een soort experiment. Stijve objecten zoals een auto, ja, dat blijkt mogelijk. Maar hoe kan je dynamische, vervormende personages creëren? In feite was dit een uitdaging voor iedereen. Met de ogen van vandaag kunnen we echter zien waarom Disney computeranimatie niet meteen geschikt achtte. Zelfs de baanbrekende video van Dire Straits laat de problemen zien. Maar in de tussentijd was er een groep bezig. Het was een revolutie op SIGGRAPH 84, de toonaangevende conferentie voor computer graphics. De grafische groep van Lucasfilm,
presenteerde zojuist André en Wally B. Een film waarin vloeiende gevormde personages in grote mate al die dynamiek vertoont die Disney-personages hebben. Ondanks het feit dat twee van de zes opnames slechts potloodtekeningen waren, werd het evenement onthaald met standaard ovaties. De weg was vrijgemaakt voor het succes van computergenereerde animatie. In 1995 zag Toy Story het daglicht en bracht wereldwijd meer dan 373 miljoen op. Het toonde aan dat sympathieke personages, hoge beeldgetrouwheid en animatie even expressief als in 2D een mogelijkheid werden. Maar wat zijn de geheime ingrediënten, zoals Jack het al zei, om een beeld te creëren? Nou, beginnen we nog eens. De modellen zijn gebouwd van drie hoekjes of vier hoekjes. Typisch zijn ze geanimeerd, zodat ze je kunt verplaatsen. En dan worden ze omgezet naar pixels. Misschien zelf voor twee camera's om 3D-beelden te maken. Maar met de details, hoe je al dit doet, maken het verschil. Dus we gaan eerst bespreken hoe de objectvoorstellingen gemaakt worden. En we gaan zien dat het in verband staat met de animatie. Zoals in de title beschreven, hebben we eerst polygon soups. Polygonen zijn beschreven als primitieven zoals driehoeken of vierhoeken en ze zijn eigenlijk onafhankelijk. Maar als je een mesh bouwt, dan ga je ze verbinden. En die connectiviteit tussen de primitieven maakt een verschil. Dit is cruciale informatie. En om te begrijpen waarom dit interessant is, ga ik dit even uitleggen met een illustratie. Stel je twee onafhankelijke segmenten voor. Als je die verbindt, kan ik eigenlijk in mijn hoofd een gladde oppervlak vinden die daar past. Maar hoe kan ik die berekenen? Om dit te beschrijven, gaan we eerst een beetje over krommen praten. Voor krommen is een traditioneel aanpak de Shaikin-onderverdeling. Je verdeelt elk segment in drie delen en snijdt de oorspronkelijke hoeken af. En dan ga je door. Dat ga je halen en halen en halen. Op een bepaald moment heb je een limiet krommen. En die heeft een heel interessante eigenschap. Ze is C1 continu. Dat betekent dat in elk punt kan je een raaklijn plaatsen. Dat is niet mogelijk voor de originele voorstelling. Nou, kubische splines die werken iets anders. Je verdeelt de hoekpunten in het midden van het segment. Dan deel je die segmenten die overblijven na de originele punten nog een keer. En daar plaats je een segment erop. En op deze segment in het midden plaats je opnieuw een hoekpunt. Ja, klinkt een beetje ingewikkeld, maar het systeem is eigenlijk niet zo moeilijk. Je ziet het hier in dit plaatje. En deze krommen zijn nog een beetje interessanter, omdat ze de eigenschap hebben C2 continu te zijn. Dat betekent dat je in iedere punt een cirkel kan plaatsen. Ja, als je nu echt inzoomt, dan zie je, het gaat goed. Dat betekent dat de curvatuur niet spontaan verandert. Waarom is dit belangrijk? Ik ga even een voorbeeld geven. Zeg maar dat je in een auto rijdt langs een straat. En nu kom je op een bepaald moment plotseling aan een bocht waar een andere curvatuur is. Ja, dan gebeurt dit. Nou, in computer graphics is het een beetje minder dramatisch. Maar de belichting kan oppervlakken met dergelijke discontinuïteiten onthullen. Daarom zijn deze krommen eigenlijk mooie kandidaten om mee te werken. En dit was ook het idee van Catmull en Clark. En ze pasten dit onderverdelingsschema toe op een raster langs beide assen van zo'n polygoonmodel. Die punten zijn dan opnieuw samengebonden. Nu is nog de vraag, hoe bereken ze dat eigenlijk? Omdat het op zich een interessant resultaat was, maar de volgende observatie was nog beter. We kunnen de nieuwe hoekpunten berekenen op een bepaalde manier die eigenlijk heel eenvoudig is. We beginnen met de vlakpunten. Dit zijn eigenlijk de gemiddelde van de naburige punten. Dit doe je nu overal. Dan ziet het zo uit. Vervolgens gaan we de randpunten berekenen. Zij gebruiken de dichtbijzijnde vlakpunten en de dichtbijzijnde originele punten. Als je dit ook overal doet, dan heb je dit plaatje. En finaal ga je de hoekpunten gebruiken van daarvoor. En die ga je nu berekenen, ook met een heel eenvoudige formule die je hier ziet, om dan te bepalen waar de nieuwe positie is. Dat ziet dan zo uit.
Als je dit voor alle puntjes doet, ja, dan heb je een heel mooie oppervlakte die ook C2 continu is. C2 continu is. Het is bijna magisch hoe deze transformatie wordt gedaan. Zoals je het in die formule ook ziet, is die N impliceert dat dit werkt op elke mesh. Maakt niets uit of je 4 hoekjes hebt of 3 hoekjes, werkt altijd. Je hebt tenminste een C1 continu waar niet 4 vlakken samenkomen en anders altijd C2 continu. Zo, hoe kan je dit nu gebruiken? Ik ga het even uitleggen in een korte video. Hier zie je mezelf, hoe ik probeer die vogel die je in een hoekje daar ziet, te bouwen. Dit is eigenlijk de oppervlakte zoals die uitziet als we alleen een kubus hebben en die subdivisie, zo die onderdeling, aanwenden. Nu ga ik een beetje een extrusie maken. Ik creëer een klein kopje. En je ziet een mooi lichaam van vogel. Nou, niet echt, maar met de Catmull-Clark subdivisie, daar heb je een resultaat die echt helemaal fantastisch uitziet. Nu hebben we een snavel nodig, wordt even toegevoegd, een beetje verplaatst, omdat het een leuke uitziet. En dan in het finale hebben we alleen nog een staart nodig. Daarvoor gaan we dan even aan de andere kant wisselen. Nog een keer een selectie maken. Extrusie. Een beetje schalen. En een beetje verplaatsen. En voilà! Wel, ik ben duidelijk geen artiest, hè? Dat zie je. Maar het is toch fantastisch hoe snel je eigenlijk zo complexe vormen kan bouwen. En wat nog even beter is, is dat je nu, dat je deze, die mesh heeft, daar kan je ook een selectie maken die veranderen. En de oppervlakte die gaat mee. Je hebt al de vervormingen die je ook vindt in een 2D animatie tekenfilm, en die gebeuren automatisch als je hiermee interageert. Daarom zullen we ook niet verbazen dat die methode dan ook een Oscar gewonnen heeft. Catmull, De Roos en Stam hebben die Oscars gewonnen. En trouwens is Jos Stam een Nederlander. Het maakt echt het modelleren en ook die animatie van dit soort modellen heel veel eenvoudiger. Maar geen model is interessant zonder kleuren. En daar hebben ze ook heel veel aan gewerkt. Daarom heb ik het even nog kort over rendering. In feite is alleen al de lijst van verdere Academy Awards indrukwekkend. En ik zal geen tijd hebben om de details te bespreken, maar een belangrijk element in het bereiken van de hoge beeldkwaliteit in de Pixar-films, waar Jack het al over had, is RenderMan. Zo, laten we even een beetje preciezer kijken hoe dit eigenlijk werkt. In het hart van RenderMan zat in het verleden die architectuur RAICE. RAICE betekent ambitieus, renders everything you ever saw. En is ook een woordspelling op Point Race, waar Lucasfilm was gevestigd. Het systeem werd gebouwd met bepaalde ontwerpkeuzes. Hoge prestaties te bereiken op parallele hardware. En dit was echt niet zo even gezegd. Het was echt een duidelijke creatie die ze hebben gedaan om echt snel te gaan. Het was heel belangrijk in die tijd, omdat die computers zo langzaam waren. En om eerlijk te zijn, is dit ontwerp alleen ook iets dat een hele avond kan vullen. Henren werkte eigenlijk uitgebreid aan het paralleliseren van rekenwerk, maar ook aan het gebruik van grafische kaarten voor het uitvoeren van efficiënte generische berekeningen, zoals beschreven in zijn werk Brook voor GPU's. Zijn verwante start-up, Peakstream, schreef in 2007 in een document over waar deze berekeningen voor gebruikt moesten worden, aan misschien kunstmatige intelligentie. Dat is nog niet aangetoond, maar het is integrerend. Inmiddels is dit precies wat alle indrukwekkende deepfakes-resultaten mogelijk maakt. Zulke berekeningen worden vaak uitgevoerd op graphics hardware. Niet in Brook, maar het was nog altijd een heel inspirerend werk die echt in de juiste richting gaat. Maar terug naar RAICE. Een belangrijk element is dat wanneer je een enkele driehoek rendert in pixels, of rasteriseert, het niet echt goed eruit ziet. Hè? Dat zie je hier. De randen zijn een beetje getakeld en ruisachtig. En daarom gebruikt RAICE samples, in principe meerdere subpixel per pixel. Elke van deze kan dan ook nog gejitterd worden, dat heet een beetje verschoven, om een hogere prestatie te bereiken. Hier is een vergelijk, zonder jittering en met jitter sampling. Verder, voor de hoge beeldkwaliteit, was het ook belangrijk nu te zien dat dit niet dat het nog altijd goedkoper blijft. Omdat als je echt elke pixel evalueert, dan kost het toch heel veel rekentijd. Nou, daar hadden ze ook een oplossing voor.
Ze namen het primitief dat een pixel bedekt en ze hebben niet aan elke punt uitgewerkt wat eigenlijk de juiste kleur is, maar ze hebben het primitieve gedeeld in micropolygonen. En eenmaal klein genoeg hebben ze voor elk micropolygoon slechts één kleur berekend. Daarna vult het eenvoudig de samples in die het bedekt. Hierdoor besparen we op de evaluatie van de kleur en het verschil is typisch klein. Deze oplossing was ook handig omdat zij goed aansloot bij de onderverdelingsoppervlakken die wij net bespraken. Maar is het berekenen van een kleur echt zo duur? In eerlijk gezegd, ja. Als je het goed wilt doen, is het heel belangrijk. Materialen interageren op complexe wijze met licht. Om deze grote variëteit te dekken, maakt de Random and Shading Language het mogelijk te programmeren hoe licht interageert. Moderne grafische kaarten volgen vandaag vergelijkbare principes. Nou, wat gebeurt er eigenlijk als er licht op een oppervlakte aankomt? Ja, dit ziet heel vaak zo uit. Het licht gaat niet in één richting, maar je hebt een heel complexe lichtverdeling. Dit kan worden beschreven in software met de aangepaste taal. Een groot aantal parameters in de code kan dan leiden tot geschikte aanpassingen van het beeldmateriaal. Toch werkt dit soort definitie vaak voor relatief uniforme materialen. Hoe zit het met gedetailleerde oppervlakken? Nou, hier komen we terug naar iets wat Jack al noemde, texturen. Texturen kan je gebruiken in Race en die waren heel geoptimaliseerd, omdat ze zo belangrijk zijn. Hier is een illustratie daarvan. Eerst schrijven we een shader-programma om een eenvoudig gevangmodel te gebruiken. Nou, dat zie je nu hier. Dan voegen we een diffuse textuurcomponent toe en we beïnvloeden vervolgens het highlight bij het gebruik van textuur die lokale oppervlakteoriëntaties codeert. Ten slotte behandelen we de roest en glanzend metaal verschillend. De mogelijkheden zijn eindeloos. Of zo lijkt het toch. Als je een beetje nader naar kijkt, dan zie je dat ze ook passend voorbeelden gekozen hebben. Toy Story was hun eerste film en die gaat over speelgoed. En die is uit plastic. Dat is een materiaal dat relatief gemakkelijk te beschrijven is. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de menselijke huid? Dat werkt niet zo goed. En met dezelfde materiaalmodellen heb je dan eigenlijk een heel slecht beeld wat je daar krijgt. In het verleden hebben dan Hanrahan samen met Marshall en Jensen eraan gewerkt een oplossing te vinden, ook licht te simuleren, die naar binnen gaat en weer naar buiten komt. Met deze simulatie was het mogelijk echt realistisch huid te creëren. En daar hebben ze ook een Academy Award voor gekregen. Al dit en sindsdien is physically based rendering nu echt de basis geworden voor filmproducties. Farr, Humphries en Hanrahan hebben in 2014 nog een Oscar daarvoor ontvangen. Jacco zal in de volgende talk meer over dit ontwerp praten. Hier wil ik alleen nog één resultaat vermelden, omdat ik het interessant vond. Het is niet zo van praktisch belang, maar wel opmerkelijk. Er was een lange open vraag. Gegeven een rechthoek, met daarop energie, die gelijkmatig wordt uitgestraald, hoeveel komt er terecht op een andere rechthoek? Dit probleem was zelf bekend bij Lambert, die verklaarde, de zeer moeizame berekeningen zou zelf de meest geduldige met afkeer vervullen en hem van zijn taak afbrengen. Maar niet Peter Schroeder en Fred Hanrahan. Dit is de oplossing. Maar goed, het is niet helemaal zo makkelijk, omdat je toch een paar vergelijkingen missen. En dan heb je ook nog constanten nodig. Maar dit is het dan. Nou, of je er nu van baalt of niet, zulke inzichten hebben wel tot een grote verandering geleid. Dit is Toy Story van 1995. En dit is een kat in Toy Story 4. Indrukwekkend als je deze verandering ziet. Niet hond naar kat, maar wel in kwaliteit. Onderweg waren er andere belangrijke mijlpalen bereikt. Volume rendering wordt uitgevonden door Pat en zijn collega's. Eerst voor medische doeleinden, waar we vandaag nog altijd mee werken. Maar daarna ook voor grafische doeleinden. Vacht, vuur, rook, al dit soort dingen zijn simuleerd met volume. Zonder zulke oplossingen zal het onmogelijk zijn zo prachtige plaatjes te berekenen. Verder zou geen gesimuleerd beeld compleet zijn zonder een camera die het vastlegt. Vroege modellen worden voorgesteld om zelf complexe lenssystemen te simuleren.
En omdat dit niet genoeg was, hebben Levoy en Heinrich nog een verdere concept ontwikkeld. Lichtvelden. Het beschrijft alle mogelijke camera's die je kunt voorstellen. Alle lichtstralen van één vlak naar een andere zijn erin gecodeerd. Hoewel het abstract klinkt, is dit concept sterk van invloed op toekomstige VR-systemen. En ik zeg echt toekomstige. Omdat lichtvelden kunnen gebruikt worden om het oog scherp te stellen op verschillende plekken in een virtuele omgeving. Momenteel staan we nog aan het begin van deze ontwikkeling, maar de eerste stappen zijn gezet. En nu is de vraag, kunnen wij de toekomstige ontwikkeling voorzien? Nou, misschien niet zo goed als Pat Henran en Ed Catmull. Ze waren echt visionairs en het is indrukwekkend hoeveel zij graphics hebben beïnvloed. En nog zullen vormgeven in de toekomst. Ed Catmull heeft eens gezegd, als leiders moeten we onszelf zien als leraren. En ze hebben ons heel veel geleerd. Maar zoals veel goede leraren moet je ook inspirerend zijn. Een film die toen een groep mensen inspireerde, die daarna hebben extrapoleerd wat computergraphics kan betekenen voor de toekomst, heeft echt een verandering gebracht. En ze hebben aan hun home vastgehouden om een avondvullende animatiefilm te maken. Zij zagen vroeg zelfs toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden dankzij computergraphics. Met alles wat zij ons gegeven hebben, zal het ongelooflijk zijn te zien wat de volgende 30 jaar zullen brengen en hoeveel talenten hun werk zal het blijven inspireren. Het is een open-out-nodiging voor iedereen. En daarom bedankt voor uw aandacht. De dank is geheel onzerzijds, Elmer. Het fascinerend verhaal over de ontwikkelingen en eigenlijk zo recent. Ik bedoel, in 25 jaar heeft dit hele veld zo'n enorme vlucht genomen. Dus werkelijk adembenemend. En wat ik zelf ook heel mooi vind, is dat natuurlijk deze hele kant van de computer graphics uiteindelijk ook in die medische visualisatie zo'n belangrijke rol is gaan spelen. En hoe dat elkaar misschien ook beïnvloedt. Maar misschien is dat voor dadelijk. Heel veel dank. De vragen worden op het einde bij elkaar gebracht en dan gaan we die met u bespreken. Ik wil nu graag naar de derde spreker, Jacco Bikker. Jacco is universitair docent Visualization and Graphics aan de Universiteit van Utrecht. En zijn voordracht heet Er zij licht, realisme in computer graphics door het nabootsen van fotonen. En ik geef graag het woord aan Jacco. Dankjewel. Ik zal eerst even mijn scherm delen. Graag. En als het goed is, is dat nu zichtbaar? Ja, dank je. Goed. Nou, Jack heeft net een heel overzicht gegeven van de geschiedenis van computer graphics. Helemaal beginnende bij het prille begin. Via het werk van Edwin en Pat voor de filmindustrie. En eindigend in de moderne tijd. En dat is natuurlijk een tijd waarin computer graphics eigenlijk overal zijn. We hebben nog steeds de Pixar films. Ondertussen worden computer graphics veel breder toegepast in de filmindustrie. Maar ook in games. Een veld waar ik me graag wat in beweeg. Maar zelfs op je TomTom worden 3D graphics gebruikt. En misschien weet niet iedereen dat, maar de IKEA-gids bevat eigenlijk alleen maar kunstmatige beelden. Er staan bijna geen foto's in. Al die mooie sfeerimpressies van de meubels zijn virtueel. Elmer heeft net een hoop gezegd over de onderdelen van computeranimatie. De geometrie die daarin gaat en hoe we curves benaderen. De shading, dus hoe we de materialen benaderen. En hoe we dit gaan renderen. Nou, dat renderen wil ik graag wat dieper op ingaan. Want het doel van renderen is natuurlijk dat we realisme bereiken. En zelfs al willen we niet iets heel erg realistisch weergeven, dan willen we nog steeds wel dat alles klopt. En dat alle belichting klopt, dat de materialen kloppen. En het ultieme doel lijkt daarin te zijn om fotorealisme te bereiken. Ik moet wel even af en toe klikken, anders dan zien jullie mijn slides helemaal niet. Goed, fotorealisme is natuurlijk iets wat we ook wel kennen uit de kunst. Ik bedoel, een schilder zoals Rembrandt of een heleboel andere schilders natuurlijk, maar die streven ernaar om de onderwerpen die ze op het doek proberen te krijgen zo realistisch mogelijk neer te zetten. Wederom met licht en met schaduw en met materialen. Een beeldhouwer doet dat met zijn hamer en met zijn beitel. Maar
een computertechnicus doet dat natuurlijk met algoritmen. En algoritmen die hebben nogal wat als het gaat om computer graphics. Daar is ook een hoop tijd in gaan zitten. Maar bijvoorbeeld voor het renderen van haar en voor het simuleren van het gedrag van haar. Zodat het zich netjes gedraagt in de wind en onder de invloed van zwaartekracht enzovoort. Daar hebben we in de loop van de tijd mooie algoritmes voor ontwikkeld. En dat is begonnen met heel kort haar. Ook weer voor filmindustrie trouwens. De film 101 Dalmatiërs heeft behoorlijk wat research opgeleverd als het gaat om het visualiseren en belichten van kort hondenhaar. Maar later voor andere films, Rapunzel bijvoorbeeld, werd het haar natuurlijk steeds langer. Andere algoritmes, bijvoorbeeld voor het simuleren van water, ijs, sneeuw, de interactie met sneeuw, de interactie met water enzovoort. Maar ook wat basalere algoritmes. Als we kijken naar de iets abstractere situaties zoals hier. Het uitrekenen van schaduwen, daar weet Elmar alles van. Hoe we dat heel precies doen, ook als de lichtbron geen puntlichtbron meer is. Het berekenen van de interactie tussen licht en een atmosfeer die wat stof bevat of die wat vocht bevat. Zodat je van die hele mooie lichtbundels krijgt in zo'n grot als hier. En Elmar noemde net ook al het gedrag van licht onder de menselijke huid. Wat er gebeurt als fotonen door de huid heen dringen, onder die huid weerkaatsen en uiteindelijk er weer uitkomen. En datzelfde gebeurt natuurlijk in bladeren. Het is met name voor die menselijke huid erg belangrijk, omdat we juist die mensen graag zouden willen zien in virtuele films, in animaties. En we zijn daar heel erg gevoelig voor. Op het moment dat er iets niet klopt aan hoe een mens eruit ziet in een film, dan komen we terecht in een situatie die we Uncanny Valley noemen. Het gaat er fout en onplezierig uitzien als we het net niet goed doen. Nou, van al die algoritmes is er eigenlijk eentje die er nogal uitsteekt. En voordat ik die introduceer, wil ik eerst nog aangeven dat juist de algoritmes die heel dicht bij de natuur blijven, juist de algoritmes die de fysieke werkelijkheid als inspiratie nemen, die zijn heel erg succesvol gebleken. En bijvoorbeeld Wheeled Style Ray Tracing. Dit is een algoritme dat gebaseerd is op de optica. We simuleren hoe licht zich gedraagt op een spiegel, in glas, in water enzovoort. En als we dat precies doen, dan klopt het dus ook op het beeldscherm. En dan gaan dus ook die brandpunten kloppen. En juist door zo dicht bij de natuur te blijven, bereiken we een hele hoge mate van realisme. En ook een hele hoge mate van elegantie eigenlijk in de algoritmes. Nou, ik gaf net aan dat er één algoritme specifiek uitspringt. En dat is wat je zou kunnen noemen het GOT algorithm voor rendering. Of de Grand Unified Theory of Rendering. Of wat voor mooie termen dat je daar verder aan zou kunnen plakken. En dat is eigenlijk het teruggaan naar de essentie. Als we stoppen met proberen te modelleren hoe een beeld eruit zou kunnen zien. En in plaats daarvan simpelweg gaan simuleren wat fotonen doen, dan bereiken wij de maximale, het maximale niveau van realisme. Laplace zei het al in de 18e eeuw, als we de natuurwetten goed genoeg begrijpen, dan kunnen we uiteindelijk zowel de toekomst als het verleden volledig begrijpen. En we kunnen de natuur op die manier narekenen. En dat zullen we dus ook zeker gaan doen in computer graphics. Dus we passen dit toe op fotonen. We kunnen een foto maken van een virtuele scène door simpelweg de natuurwetten te implementeren in een computerprogramma. En dat betekent in dit geval dat wij fotonen gaan simuleren. Nou, dat lijkt iets wat erg ver gaat, maar dat blijkt in de praktijk toch wel te doen. Ik heb hier een voorbeeld setup. Dit is een typische studentenkamer. Er hangt een peertje in en dat peertje is ruwweg 100 watt. En als we zo'n setup hebben, dan is het aantal fotonen wat zich door de scène heen verplaatst ongeveer 10 tot de 20ste. Dat is een groot aantal, maar gelukkig is het gedrag van elke foton goed te begrijpen. We hebben natuurlijk de lichtbron waar de fotonen beginnen. En vanaf dat moment zullen de fotonen zich ruwweg in een rechte lijn voortbewegen. Als we even buiten beschouwing laten dat we in de buurt van een zwart gat zouden kunnen zitten en dergelijke, kunnen we toch wel veilig uitgaan van die rechte lijn. En dan komen die fotonen aan op een muur of op een raam of op een spiegel.
En dan kunnen er een aantal dingen gebeuren. Een foton kan op dat moment geabsorbeerd worden. En als dat gebeurt, dan wordt die muur iets warmer. Maar dat heeft verder geen effect op het plaatje wat wij aan het genereren zijn. Dus dat zullen we hier negeren. Maar een foton kan ook gereflecteerd worden. En in dat geval gaat de foton dus in een nieuwe richting verder. En dat kan een diffuse reflectie zijn, als we inderdaad die wand raken. Maar het kan ook een volledig deterministische reflectie zijn als wij een spiegel raken. En dan kunnen we heel makkelijk uitrekenen waar dat foton heen zou gaan. We kunnen ook transmissie krijgen op het moment dat we geen spiegel of een muur raken, maar glas. Want in dat geval is er ook een mogelijkheid dat het foton zich in het glas gaat bewegen en aan de andere kant er weer uitkomt. Nou, dan hebben we nog de situatie voor de simulatie in ieder geval van belang, dat een foton de scène verlaat, door het raam naar buiten. En vanaf dat moment doet het foton niet meer mee. En natuurlijk heel erg belangrijk, het kan zijn dat we het foton detecteren. En in dat geval zegt deze detectie iets over de kleur van de pixel waar we mee bezig zijn. Nou, dat is dus op zich best te doen. We hebben te maken met fotonen met redelijk begrijpelijk gedrag. Dingetjes hebben geen hersenen, dus we hebben daar geen complexe kunstmatige intelligentie voor nodig. Maar we zitten natuurlijk wel met die enorme aantallen. 10 tot de 20ste fotonen voor één peertje. 10 tot de 45ste als we het hebben over onze eigen zon. En in het heelal zijn naar schatting ongeveer 10 tot de 24ste sterren. En dat betekent dat we dus met een onbeschrijfelijk aantal fotonen te maken hebben. Dus het gaat niet zozeer om de complexiteit van de simulatie van één foton. Het gaat natuurlijk om die grote aantallen. En zoals Elmer net al aangaf, er is heel veel ontwikkeling geweest in computerkracht, maar ook weer niet zoveel. Gelukkig hebben we daar nog wel wat hulpmiddelen voor om hier toch wat verder mee te komen. En een van die hulpmiddelen is de rendering equation. En dat is een formule die is voorgesteld door James Kajiya in 1986... in de gelijknamige paper. En die formule die staat hier. En dat ziet eruit als een vrij complex ding. Maar ik wil er toch met jullie induiken. Wat helemaal aan de linkerkant staat is de energie die vertrekt vanaf een punt. En dat moet ik er wel even bij zeggen. In plaats van dat we met de rendering equation ons gaan focussen op de fotonen, gaan we ons juist focussen op de oppervlakken in de scène. Want dat is natuurlijk waar de interessante dingen gebeuren. We hebben natuurlijk een groot aantal oppervlakken in de scène. Ook in een virtuele scène. En in dit geval rekent deze formule voor één zo'n punt, punt X, uit welke energie in een bepaalde richting vanaf dat punt vertrekt. En die punt, die energie die vertrekt vanaf punt X, kunnen we eenvoudig samenvatten als de energie die wordt uitgezonden door punt X. Het zou kunnen zijn dat punt X zich precies op een lichtbron bevindt. Dus de energie die wordt uitgezonden door punt X, plus de energie die wordt gereflecteerd door punt X. En die moet dus eerst op dat punt vallen. Nou, daar komt ook gelijk een integraal bij kijken. En dat maakt dit natuurlijk tot een wat lastige formule. Want licht dat reflecteert moet eerst arriveren op X. Licht dat arriveert kan over een halve bol arriveren op X. Dus vanuit alle richtingen, ja, behalve natuurlijk van onder. Want daar zit het oppervlak waar X zelf op ligt. Dus een integraal en daarbovenop ook nog eens een keer een recursieve integraal. Want het licht dat arriveert op X, ja, dat is natuurlijk wel ergens begonnen. Dus er is ergens een punt Y dat licht heeft uitgestraald of wellicht heeft gereflecteerd. Dus we zullen die formule nog een keer moeten doorrekenen voor elk punt dat we kunnen zien over die halve bol over X. En voor punt Y geldt natuurlijk hetzelfde, want ook dat punt krijgt weer zijn licht binnen. Enzovoort. Dus we hebben hier te maken met een vrij complexe integraal. De Fredholm-integraal van de tweede soort voor de kenners. En dat is natuurlijk een ding wat niet zo heel erg makkelijk op te lossen is. Dus nu hebben we wel een alternatief voor de enorme hoeveelheden fotonen. Maar helaas is het nog niet echt heel erg veel eenvoudiger geworden. Nou, gelukkig is dat niet helemaal waar. En daarvoor wil ik jullie wat trucendozen laten zien. En de eerste trucendoos die we hier gaan gebruiken is numerieke integratie. En wellicht zijn jullie daar wat mee bekend. Hier is een voorbeeld waarbij de Riemannsom wordt gebruikt om een integraal te berekenen voor een driedimensionale functie. We hebben een mooi vierkant domein. En binnen dat domein is die functie gedefinieerd. We willen graag weten wat het volume is onder deze functie. En om dat te berekenen,
delen we het domein op in een aantal zogenaamde strata. En dan evalueren we de functie voor één punt in dat stratum. En dat levert een mooi blokje op. En het volume van het blokje is natuurlijk heel erg makkelijk uit te rekenen. Dus de volumes van die 16 blokjes tellen we bij elkaar op. En nu hebben wij een eerste benadering voor de integraal die we in dit geval zoeken. Nou, als we dan het aantal strata opvoeren, dus we gaan van 4 bij 4 naar 8 bij 8, dan neemt ook de kwaliteit van de benadering toe. En dat is wat we de wet van de grote getallen noemen. Op het moment dat wij uiteindelijk op een oneindig aantal strata uitkomen, dan is de Riemannsom ook identiek aan de integraal die we zochten. En tot die tijd hebben we te leven met een benadering die al dan niet goed genoeg kan zijn voor onze doeleinden. Nou, de Riemannsom is één oplossing, maar we hebben ook een alternatief. En dat alternatief is erg krachtig gebleken voor rendering. En dat alternatief heet Monte Carlo. En bij Monte Carlo nemen wij niet meer met een regelmatig patroon onze samples binnen het domein. Maar in plaats daarvan kiezen we ervoor om helemaal willekeurig plaatsen te nemen in het domein. En de integraal die we zoeken, de benadering van de integraal, wordt dan het gemiddelde van die samples. Nou, laten we dat even toepassen weer op die halve bol die we hadden geplaatst over x. We willen graag weten hoeveel energie arriveert op x, zodat we kunnen uitrekenen hoeveel energie uiteindelijk in de richting van de sensor gaat. Dus we nemen een groot aantal willekeurige richtingen over die halve bol. En we nemen het gemiddelde van de energie die in die richtingen ons bereikt. En dat wordt dan een inschatting voor de energie die we kunnen reflecteren. Nou, dit is natuurlijk een schatting. Dit is natuurlijk een willekeurig experiment. Maar het is wel zo dat de verwachtingswaarde van dit willekeurige experiment precies is wat wij zoeken. We krijgen natuurlijk niet precies die verwachtingswaarde. We krijgen een waarde met een bepaalde mate van variantie. Maar toch, we krijgen een verwachtingswaarde die overeenkomt met de integraal die we zochten. En die verwachtingswaarde die is de verwachtingswaarde los van het aantal samples dat wij nemen over die halve bol. En dat is zelfs zo als wij maar één richting kiezen. Dus stel nou dat wij maar één richting kiezen, willekeurig, over die halve bol over x. Dus wij gaan in één willekeurige richting verder. En dat brengt ons naar een ander punt. En op dat andere punt kiezen wij wederom één willekeurige richting, die dan dus voor ons representatief gaat zijn voor het licht dat van alle richtingen binnenkomt. Wederom met een in ieder geval correcte verwachtingswaarde. En ook dat punt brengt ons weer een stukje verder, enzovoort. Het leuke is dat als wij op deze manier die integraal benaderen, dan komen wij opeens heel erg dicht in de buurt van wat we eigenlijk al deden met die fotonen. Want hier ontstaat een willekeurig pad, een random walk. En dat willekeurige pad is eigenlijk conceptueel identiek aan wat zo'n foton deed. Alleen, er is één verschilletje. We werken nu van het oog terug via de oppervlakken naar een lamp. En de natuurkunde vertelt ons dat dat mag, omdat er zoiets is als de Helmholtz reciprocity rule, die zegt dat het pad van een foton symmetrisch is. Dus we mogen hem achteruit doorrekenen. Nou, Monte Carlo stelt ons dus in staat om die complexe integraal die KIA heeft voorgesteld door te rekenen door een sample te nemen op elk punt in de scène. En op die manier kunnen we in plaats van dat we heel veel samples nemen op één punt, volstaan met een groot aantal paden in plaats van die vele samples op één punt. Een groot aantal paden is dan eigenlijk een synoniem voor een groot aantal fotonen wat wij door zouden rekenen in de echte wereld. Maar deze keer hebben we wel een aantal trucken tot onze beschikking, want zodra we natuurlijk met statistische programma's bezig zijn, kunnen we ook de statistische trucendoos erbij pakken en ons specifiek gaan focussen op die paden waarvan we verwachten dat ze meer energie terugbrengen dan anderen. En dat maakt het opeens mogelijk om met een vrij beperkt aantal fotonen al een heel goed resultaat te bereiken. Dit is bijvoorbeeld met een foton of 4 per pixel. Dus elke pixel op het scherm hier heeft een kleur gekregen op basis van een heel beperkt aantal paden. En dat zit duidelijk vrij ver af van de verwachtingswaarde. Maar juist ook omdat al die pixels met zoveel zijn, komt er al vrij snel toch een herkenbaar beeld uit. En als we dan het aantal fotonen dat we per pixel gebruiken opvoeren, dan
verbetert het beeldje. En als we dat nog verder opvoeren, dan komen we langzamerhand bij dat fotorealisme wat we oorspronkelijk zochten. Simpelweg door die fotonsimulatie uit te voeren, gecombineerd met die statistische trucendoos. En in dit geval zit dus elke pixel heel dicht in de buurt van die verwachtingswaarde die we zochten. En daarmee dus in de buurt van die recursieve integraal die was voorgesteld door James Kajiya. Nou, een zeer krachtig mechanisme dus, maar bovenal heel erg dicht bij de natuur. En dat maakt dit wel heel erg fraai. Ja, want als je dit plaatje met die ruis vergelijkt met wat we bijvoorbeeld zien als we werken met een camera, een digitale camera die net wat een te korte sluitertijd heeft of net wat slecht licht heeft gekregen, dan zien we datzelfde ruis gebeuren, optreden. En de oplossing met zo'n digitale camera is makkelijk. Geef het ding meer licht of geef hem een langere sluitertijd. En dat is eigenlijk conceptueel heel erg hetzelfde als wat we doen in dit algoritme. Want een langere sluitertijd betekent gewoon dat we meer fotonen doorrekenen per pixel. Dat duurt ook wat langer, maar dan komen we dus ook dichter in de buurt van die verwachtingswaarde. Dus een algoritme wat heel dicht in de buurt blijft van de natuur. En dat maakt het wel heel fraai. Dus via de geschiedenis van computer graphics en met de bijdrage die Edwin Catmull en Pat Hanrahan daaraan hebben geleverd, En een vleugje statistiek, zijn we terug bij het begin. Computer graphics is een onderzoeksgebied waar schoonheid en verwondering enorm centraal staan. Er zij ligt dus, met alle respect en alle nieuwsgierigheid die daarbij hoort, want er is nog een heleboel te ontdekken. Dank u wel. Heel veel dank, Jacco, voor jouw mooie verhaal over fotonen en licht en realisme. Een mooi laatste beeld ook wat je liet zien. Ik zat even te bedenken of ik überhaupt in mijn hoofd iets als 10 tot 24ste kan voorstellen. Nou, het antwoord is natuurlijk nee. We hebben een paar vragen binnengekregen via de Q&A. Maar ik wilde graag zelf eigenlijk beginnen met een vraag die voortkomt uit wat jij vooral vertelde, Jacco. Maar eigenlijk raakte denk ik in alle drie de verhalen. Wat ik zo opvallend vind, is de referentie steeds aan dat realisme. En natuurlijk, dan komt natuurlijk bij de kunsthistoricus onmiddellijk de vraag op, hè, wat bedoel je nou met dat realisme? Want is het dan uiteindelijk de ultieme bedoeling om een zo dicht mogelijk bij ja, de natuur of buiten of de werkelijkheid te komen als maar mogelijk is? En dan is natuurlijk een vraag, en daar gaan we nu niet over hebben, over de werkelijkheid. Maar mijn vraag is eigenlijk, is er niet een heel eigen esthetica ontstaan, oftewel een esthetica te ontwikkelen voor deze hele wereld van computer graphics? Waarom moet het lijken op de wereld zoals, zoals ik nu in mijn kamer zit? Nee, dat moet niet. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat als we de beelden die we genereren in ieder geval fysiek staat kunnen maken, dat ze goed kloppen met de werkelijkheid, dat we dan ook niet gekunsteld aan de gang hoeven gaan met bijvoorbeeld lichtbronnen en met bijvoorbeeld materialen. Dus op het moment dat wij een volledig realistisch beeld kunnen maken, dan stelt ons dat juist ook in staat om daarvan af te gaan wijken. En als wij realistisch kunstmatige beelden kunnen maken, dan kunnen we ook een Harry Potter maken. Of juist iets wat er veel meer uitziet als een tekenfilm. Maar juist ook in zo'n tekenfilmsetting zal dan ook de belichting nog steeds correct zijn. Tenzij we ook daar weer heel bewust van afwijken. En ja. Ik denk dat het wat dat betreft ook wel een beetje lijkt op wat een schilder doet. Ik denk dat een schilder pas echt goede abstracte kunst kan maken, als die in ieder geval ook in staat is, hoop ik, om ook dat realistische beeld te maken. Daar gaan we nu niet op verder. Nee, ik bedoel, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar misschien nog even, maar misschien dat anders Elmar of Jack daar iets over wil zeggen. Een eigenstandige, ja, is ook geen mooi Nederlands, maar een eigenstandige esthetica. Ja, even kijken. Computergrafiek is een breed vak dat een heleboel kanten is opgewaaierd. Illustrative rendering is bijvoorbeeld een belangrijke tak van sport.
Als je kijkt naar beelden die in medische handboeken staan, dat zijn tekeningen. Mm-hmm. Die zijn nog steeds stukken en stukken beter dan foto's. Klopt. Omdat een tekenaar daar betekenis in legt. En, nou, veel van mijn collega's die proberen dat nu met de computer te simuleren en na te bootsen. En ik denk niet dat het een... We zijn een beetje beperkt. Het is niet zozeer de sport om zelf een eigen esthetiek te verzinnen, maar we proberen die te jatten van de collega's. Oké. Okay. Ik wou nog even vragen of Elmar daar ook zo over denkt, ja. Of misschien een ander idee. Nou, ik denk Jacco, die heeft het eigenlijk ook heel goed uitgelegd. Pixar en die hebben al een stijl. Het is niet altijd super realistisch wat ze doen. Ze doen het op een bepaalde manier hoe zij denken dat het eigenlijk moet uitzien. Als je vergelijkt hoe Pixar films en DreamWorks films en zo uitzien, dan zie je ook, ze hebben andere stijlen en andere manieren te doen. Maar aan de basis beginnen ze heel vaak met iets dat realistisch is. En dan ga je tweaken in de richting waar je eigenlijk naartoe wilt. Hè? Ja. En dat is ook wat het zo fantastisch maakt. Het is eigenlijk een toolbox, zo te zeggen. Dat je in computer graphics dingen kan veranderen die niet absoluut realistisch moeten zijn. Mm-hmm. Precies. Ja, dan die verwachtingswaarde. Hè? Die kan natuurlijk enorm uitgestrekt worden. Ik wilde naar, ook gezien de tijd, maar ik wil naar de Q&A-box... er zijn nu 6, 7 vragen binnen. Ik denk dat ik ze even langsloop via binnenkomst. En niet een antwoord te typen, maar ik lees hem voor. En dan zou ik graag van jullie horen wie hier het liefst op wil antwoorden. De ontwikkelingen binnen de computer-generated imagery heeft grote stappen gemaakt. Maar hoe staat het nu met de ontwikkeling van computer-generated sound? De stem- en omgevingsgeluiden. Wie mag ik het woord geven voor een antwoord? Wie van jullie drie is ook met Elmar? Ja, ik kan er iets over zeggen. Ik ben niet een expert, hè, maar ik kan wel zeggen dat er inderdaad recente ontwikkelingen zijn in deze richting. Enerzijds is ruimtelijke audio bijvoorbeeld voor belang in VR-systemen. En ook de PS5, die is nu echt heel nieuw. Heeft ook een integreerde proces om geluid precies in de ruimte te plaatsen. Mm-hmm. En dit gaat alleen als je ook een functie heeft om het te vertalen naar je eigen gehoor. Ik hoor anders dan jij en iedereen heeft een blijkbaar een andere manier om te horen. En ze hebben zelf verschillende functies gecreëerd om het voor verschillende mensen van toepassing te maken. Verder zie je nu ook, en dat is ook interessant, zelf bij SIGGRAPH hebben ze heel vaak audiopapers in. Omdat er bepaalde reflecties van audio bijvoorbeeld ook lijken op reflecties die je hebt met lichtstralen en lichtbronnen. Mm-hmm. En als die audio dan lager gaat in de frequenties, dan heb je wave audio, zo te zeggen. En mm-hmm. dat is dan ook iets wat je weer verbinden kan met berekeningen die we daarvoor hadden voor iets visueels. En heel vaak, omdat mensen toch meer geld stoppen in grafische dingen dan in audio dingen, behalve die audiofielen, en daar heb je dan ook sommige van, maar gebruik je heel vaak de graphics hardware om deze berekeningen te doen. Mm-hmm. Ze zijn op dit moment eigenlijk general purpose processors, dat is ook zo'n beetje wat ik... heb verteld met Pat Henren en zijn werk op Brook enzovoort. En dat maakt het dan mogelijk dit soort berekeningen te doen. En ook snel te doen. En daardoor wordt het audio ook heel veel beter. Dankjewel. Jacco of Jack, wil even jullie hier nog iets aan toevoegen? Want zo niet, dan ga ik naar vraag 2. Welke rol speelt Blender bij het ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van computeranimatie en modellering? Dus Blender, de rol van Blender. Ik zie Jacco een beetje grijnzen. Ja, kan ik jou maar gewoon gelijk vragen. Ik vind het moeilijk om daar iets heel specifieks over te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat de beschikbaarheid van Blender het wel mogelijk heeft gemaakt. Even uitleggen wat Blender is? Voor het... Oh ja, natuurlijk. Ja. Blender is software die gebruikt kan worden om scènes, drie-dimensionale scènes mee te maken. En het bijzondere aan Blender is dat deze software gratis is en open source. En dat die dus ook aangepast kan worden door wie daar zin in heeft. Maar juist omdat het gratis is, is het dus ook door een heel groot publiek te gebruiken.
Dus je krijgt een soort democratisering van het maken van 3D-scènes. Waar het eerst dus heel specifiek was voorbehouden aan wetenschappers en mensen met een heleboel geld. Is dit nu gewoon echt voor iedereen bereikbaar. En dat helpt natuurlijk. Dat maakt het echt wel tot iets wat nu heel algemeen ook gebruikt wordt. Maar in hoeverre dat het... Ja, ik denk dat je wel zou kunnen zeggen dat dat dus wel een hele positieve ontwikkeling heeft, een hele positieve invloed heeft op het verspreiden van kennis op het gebied van animatie en modellering. Tegelijkertijd is het natuurlijk nog wel zo, het feit dat je een stuk software kunt downloaden, maakt je natuurlijk nog niet tot een graficus, zoals we net ook zagen bij Elmar. Dus in die zin is er misschien nog wel het een en ander te doen. Ja. Dank voor de interventie trouwens, Jack. Blender is, het wordt veel gebruikt. Ik vroeg me ook af, en dat heeft te maken met een vraag die dadelijk komt, of daar ook een relatie met deepfakes is. Want dat is natuurlijk ook een nieuwe ontwikkeling die, wat andere kanten ook laat zien. We hebben nu heel veel ontzettend leuke en spannende dingen gezien. En er gaan werelden open die je alleen maar kan denken. Maar het heeft ook die andere kant. Ik wil nog even toevoegen, ik vind Blender echt een fantastisch programma. Ik leerde ook aan al mijn studenten, omdat het eigenlijk leuk is als ze dan zelf iets creëren, en dan al de renderberekeningen, de geometrieberekeningen, bewerkingen met hun eigen modellen doen. En ik denk dat maakt het ook heel veel interessanter. En er zijn nu ook heel veel bedrijven die samenwerken met Blender, omdat het eigenlijk een compleet pakket is. Hè? En zoals je... Jacco het al zegt, het is fantastisch dat we zoiets kunnen gebruiken voor gratis. Hè? En het is ook een heel open platform, zo te zeggen, omdat je de scripties kan zelf schrijven, die je dan kan inbinden en dan ook vergroten de mogelijkheden die je daarmee kan doen. Ja. Ik zie twee vragen die met fractals te maken hebben. Ik lees er één voor. Is het gebruik van fractals belangrijk bij het modelleren van vooral natuurlijke vormen? Zoals bijvoorbeeld wolken. Ja, absoluut. Ja. Ik weet niet helemaal of dit valt onder de fractals. Dus als iemand mij kan corrigeren, dan heel graag. Maar met name de Perlin Noise en de variaties daarop zijn erg belangrijk voor het genereren van wolken. We tekenen wolken echt niet met de hand. Die worden inderdaad gegenereerd. En dat geldt niet alleen voor wolken overigens. Dat geldt ook voor complete landschappen. Ik weet dat ze daar in Delft vrij uitvoerig mee bezig zijn geweest. Je kunt complete bergketens en dergelijke, hele planeten kan je desnoods genereren. Mm-hmm. Voor een game als Minecraft is dat natuurlijk van groot belang, want de complete speelwereld van Minecraft wordt op deze manier gegenereerd. Maar het speelt op steeds meer gebieden een grote rol. Het is ook steeds duurder aan het worden om de 3D-omgevingen te maken voor games en ook voor films. En juist als je dan dingen kunt genereren op basis van fractals of op basis van die Perlin Noise, dan scheelt dat natuurlijk enorm. Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Dank je. Er is een vraag direct aan Elmar, maar misschien dat ook de anderen graag mee willen doen. Interessante vraag, hoeveel jaar zal het nog duren? Zou het nog duren voordat er een film uitkomt die overleden acteurs en actrices weer tot leven kunnen wekken, zonder dat de kijker doorheeft of er sprake is van de echte of de namaakacteur of actrice? En wat is daar nog voor nodig aan kennistheorie die nu nog niet voorhanden is? Ja, ik denk dat is een heel goede vraag. Ik denk dat venijn zit altijd in de details. Hè? We hebben Leia zien terugkomen in een van de laatste Star Wars films. We hebben Paul Walker gezien, die dan opnieuw op scherm was. En in sommige situaties kun je eigenlijk niet zien dat er iets mis is. Hè? Het verschil zit hoe je de persoon belicht, uit welke gegevens je de persoon kan opbouwen, hoe gedetailleerd en hoe dichtbij je eigenlijk zit aan die persoon. Hè? Al dit soort dingen kunnen je eigenlijk een inzicht geven in iets fout in de simulatie. Hè? Een volledige reconstructie voor alle situaties zonder een andere persoon als steun te hebben, dat kan nog heel veel tijd, heel lang duren voordat dat mogelijk wordt. Maar voor een overtuigende filmervaring,
De juiste antwoord is altijd in 5 jaar. Ja, ja. Dan zit je een beetje, dat is het. Is heel vaak heel ver in de toekomst, dan dichtbij. Maar ik denk, wat interessanter zal zijn ook, zijn interactieve applicaties. Hè? Als we niet meer alleen naar films kijken en inactief zijn, maar eigenlijk computerspels of zo gebruiken. Omdat het daar nog heel veel lastiger gaat worden, echte virtuele mensen te herstellen. Mm-hmm. Die je dan echt realistisch ziet. Hè? En ik denk daarvoor is een echt grote uitdaging. En dat duurt dan ook nog een beetje langer. Dat duurt dan 10 jaar ongeveer. Ja, precies. Jack, ik zag dat jij wilde reageren. Ja, ik denk dat techniek eigenlijk al heel erg ver is hoor. En even kijken. Het is nu al vaak zo dat ik geen idee heb of ik naar een realistisch beeld of naar een animatie zitten kijken. Ik was net even in shock toen ik van Jacco hoorde dat al die plaatjes uit de IKEA-gids ook al gewoon graphics zijn. Ik denk dat als Hollywood echt gas geeft, en waarschijnlijk doen ze dat al in behoorlijk wat films, dan zitten we gewoon naar computergegenereerde beelden van acteurs te kijken. Mm-hmm. Vooral een belangrijk aspect daarbij is vaak ook dat als je het niet verwacht dat het nep is, dan zie je het ook niet. Ja? Als je zegt van dit is een computeranimatie van iemand, ja, dan ga je er heel anders naar kijken. Mm-hmm. Om het echt helemaal perfect te maken, ik denk dat het probleem niet in de graphics en in de rendering zit, maar puur in het acteren zelf. Denk aan Robert De Niro, acteur van dat kaliber, mm-hmm. die ook kan improviseren en die sommige dingen heel perfect doet zonder dat je precies kunt aanwijzen waar dat in zit. Mm. Ik denk dat dat verschrikkelijk moeilijk gaat worden om te benaderen. Je zag ook iets dergelijks in computermuziek bijvoorbeeld. Van op een gegeven moment ontdekken ze dat de performer een belangrijke rol speelt. Nou, mensen uit de muziekwereld die zeggen meteen maar zal du, dat wisten we al. Maar als je probeert om muziek te genereren, ook gewoon rechtstreeks vanaf bladmuziek zeg maar, dan ontdek je pas hoe moeilijk en ingewikkeld en hoe ongrijpbaar dat is. De magie van de uitvoerend kunstenaar. Ja, het is misschien net even wat anders, maar er is ook geprobeerd om een echte Rembrandt te creëren. Door alle data beschikbaar van Rembrandt bij elkaar te brengen, zodat er een echte Rembrandt, zou ontstaan. En daar zit nou precies dat punt wat jij noemt, Jack, in. Dat iets wat je niet helemaal kunt vangen. En waardoor er echt ook twijfel was. Het was ongelooflijk dichtbij wat men dan een Rembrandt vindt. Maar tegelijkertijd, iets was er niet. Nou ja, dat zal misschien nog wel komen in de toekomst. Maar dat is denk ik ook precies wat jij bedoelde met bijvoorbeeld Robert De Niro en zijn spel. Precies, precies. Ik heb nog een andere vraag. Wat is de toekomst voor quantum computers op 3D graphics? Ik zie jullie alle drie een beetje lachen. Omdat ik geloof op dit moment weet het nog niemand. Hè? Ah. Maar we hebben wel eerste papers in die richting gezien. Hè? Geen grapje. 2 jaar geleden of zo bij SIGGRAPH hadden ze al een voorstel ingediend. Een groep die uitgebreid verteld heeft hoe ze eigenlijk de berekeningen dan willen doen. En wat de mogelijkheden zijn. Wat er nu echt gebeurt, ja, dat is een beetje toekomstmuziek. Hè? Ja. Het is echt nog helemaal in ontwikkeling, hè, die quantum computers. Dat zal iets waanzinnigs gaan betekenen, zover als ik er met mijn niet-kennis iets van weet. Maar wel genoeg om te weten dat dat weer een revolutie is op zich. En die zal dan zeker ook natuurlijk in dit veld vertaald gaan worden. We gaan naar Jurassic Park. Waar staat de Jurassic Park-achtige animatie in dit overzicht? Ik denk toch even, ja, Jacco, ga je gang. Ik denk dat we dat punt ondertussen redelijk voorbij zijn in games eigenlijk. Elmar noemde net al even de uitdaging van interactieve graphics. Ik denk dat we eigenlijk elke keer zien dat de interactieve graphics een jaar of 10 achter de filmgraphics aanlopen. Dat heeft ook simpelweg te maken met de budgetten en dan de tijd die je hebt om één beeldje te maken.
Je hebt zo'n 10 minuten om één beeld te maken in een film, als je het een beetje praktisch wil houden. En voor een game wil je 60 seconden. En als je dan kijkt hoeveel sneller dat computers elk jaar worden, dan loop je ongeveer 10 minuten elke keer. Dus ja, wat toen mogelijk was in zo'n gescripte setting als Jurassic Park, dat zien we dus denk ik op zijn minst al wel een keer terug. Mm-hmm. Het is een belangrijke stap geweest. En ondertussen zijn we weer een heel eind verder, denk ik. Want als je nu met een kritisch oog kijkt naar de kwaliteit van de 3D-beelden in Jurassic Park, dan is dat, zeker als je met enige kennis van zaken ernaar kijkt, ja, is het toch wel een beetje gniffelen van, echt, zijn ze daarmee weggekomen? Dat is dan, ja, terwijl natuurlijk op dat moment echt... Ja, fantastisch. Dat is sensatie. Ja, niet te geloven. Ja. Ja. Jack, sensatie? Ik kan me nog heel goed herinneren dat Jurassic Park uitkwam. En ja, massaal ging iedereen naartoe. Vooral ook mensen die in de graphics zaten natuurlijk. Ja. Maar bijzonder fascinerend. Maar het is je ogen wennen eraan. Hè? Van als je verhalen hoort over de eerste keer dat mensen zwart-wit films zagen en zo. Nou, die waren volkomen verpletterd door het realisme en niet van echt te onderscheiden. Ja, als wij er nu naar kijken, dan zien we toch iets volkomen anders. Dat merk je binnen graphics ook in heel veel dingen. En precies wat Jacco zei, van nu gniffel je wat en je ziet inderdaad de beperking. Ja, het is zover gedateerd dat het voor toen het uiterste was. En ik vond ook een fantastisch verhaal, hè? Gewoon het verhaal op zich. Maar wat je bijvoorbeeld ziet als die enorme dinosaurussen voorbij komen stampen, is dat ze geen gewicht hebben. Hè, ze stampen helemaal niet, ze blijven een beetje zweven. Maar goed, dus waar staat die... Ik denk dus aan het begin, wat eigenlijk redelijk aan het begin, en dat is natuurlijk nog allemaal vrij recent. Een volgende vraag. Ik zie veel bedrijven toch nog werken met Maya in plaats van Blender. Weten jullie de reden hiervoor? Is er een groot verschil tussen deze twee? Jack, ja, jij ligt op, maar misschien omdat je beweegt. Ja, ik heb geen verstand van zaken hier. Eén van Jacco of Elmar? Ik denk één dingetje was in het begin, was Blender echt een programma die je moest leren. En het interface was compleet anders dan je het eigenlijk verwacht. En daarom hebben heel veel mensen eigenlijk een makkelijke begin gehad met Maya. En ik denk één keer dat je iets gebruikt, dan ga je daarmee verder. In de laatste jaren is Blender compleet anders. Het interface is ook heel veel beter geworden. En ik geloof nu komt het ook een beetje meer daarop terug. Ja, wat ben je gewend? Hoe belangrijk is nu de laatste aspect van kwaliteit, et cetera. Maar voor de meeste mensen zal het een heel goed product zijn, moet ik zeggen. Dank je voor de antwoord. Ik zie er een die ik net ook even aankaarte. De medische sector kan profiteren van ontwikkelingen op het gebied van computer graphics. Welke sectoren zouden nog meer kunnen profiteren? Jacco, je moet je even aanzetten. Sorry, ja. Dat is denk ik heel breed. Computer graphics, ik gaf net al even aan, op je TomTom is het natuurlijk heel fijn als de graphics goed zijn. Google Earth is natuurlijk een heel mooi voorbeeld, Google Maps. Maar bijvoorbeeld ook, wij zijn van de week bezig geweest met het uitzoeken van een nieuwe badkamer. En dan ga je naar een website en dan kan je die badkamer bijna al helemaal voor je zien. Hè? Mm-hmm. Ja, het komt op zoveel punten naar voren. Je wilt gewoon toch wel heel graag iets al kunnen zien zonder dat het er echt is. En computer graphics met het niveau wat we nu hebben bereikt al, heeft een hele sterke voorspellende waarde. In de zin dat je heel goed al conclusies kunt trekken op basis van de virtuele beelden. En dat was een mooi voorbeeld een paar jaar geleden. Er stond een gebouw in Londen. Met een hele vreemde kromming, terwijl het gebouw zelf behoorlijk spiegelend was. En daardoor werd het een soort lens, waardoor auto's op de straat begonnen te smelten. Als je natuurlijk van tevoren dit even fatsoenlijk zou doorrekenen met een stukje computer graphics, dan had je dat kunnen weten. En dan, dan is dat best wel nuttig als je je auto graag heel wil houden.
Het is, ik denk dat het, ja, dat er bijna geen velden zijn die er niets van zullen gaan profiteren of al van profiteren. Dat heeft misschien ook te maken met een vraag die ik even ook voorlees. In hoeverre worden computeranimatietechnieken ook gebruikt bij virtual en augmented reality? Is er een wisselwerking tussen de animatiewereld en VR en AR wereld qua gebruik van software bijvoorbeeld? Dus de virtual en augmented reality technieken en computeranimatietechnieken, is daar een communicatie tussen de velden? Ik denk ze zijn bijna hetzelfde, ze zijn verbonden, zo te zeggen. Mm-hmm. Daarom denk ik, maar je ziet wel dat heel veel meer technieken worden ontwikkeld in de laatste jaren voor virtual en augmented reality. En we hebben nu ook films die in virtual reality zijn bijvoorbeeld, waar je dan echt kan omheen kijken en die dan ook 3D zijn. Mm-hmm. En het geeft een compleet andere wisselwerking met de audience, zo te zeggen. En daar hebben ze ook speciale tools voor ontwikkeld in computer graphics, in visualisatie, etc. om dit soort films ook te maken. En zeker een soort wisselwerking. Opslag-issues. Zijn er nog opslag-issues rond rendering en storage van beelden? Of is er tegenwoordig met de cloud geen vraagstuk meer? Is de cloud oneindig? Nou, ik las laatst een artikel en daar stond in dat het een serieus probleem was. Dat was een artikel over very high-end storage devices. Denk aan megatape robots of de zoveelste generatie daarvan. En noemen ze expliciet Hollywoodfilms als voorbeeld. Dat de hoeveelheden data die daarbij worden gegenereerd, die zijn immens. Ja. Gewoon één film, dat is al gigantisch veel. Dat is een enorm hoge resolutie en noem maar op. Maar als zo'n studio op zee wil spelen, dan bewaren ze ook apart alle lagen die zijn gebruikt, alle modellen die gebruikt zijn, alle dingen die niet gebruikt zijn, alle varianten daarvan. En dat geeft een waanzinnige explosie aan materiaal. Tenminste, als je echt archiefkwaliteit wil bereiken, zodat je er precies op door kan gaan. Dus ja, naïef had ik verwacht dat het allemaal geen probleem zou zijn. Maar nou, dat Het gaat echt om heel veel data. Ja, dat zeker als je noemt wat je allemaal noemt, hè, al die fases, al die stadia. Dus dat je de geschiedenis en het geheugen van zo'n heel project meeneemt. Natuurlijk ontzettend interessant is. Ja. Maar ja, dat kost wel een cloudje of wat. Als ik naar een computeranimatiefilm ga, nou, dan ben ik gemiddeld genomen helemaal weggeblazen van de enorme kwaliteit. En denk van, ja, het is allemaal opgelost. Maar om mezelf te troosten, blijf ik dan ook altijd zitten bij de aftiteling. Dat gaat eindeloos door. Dat gaat 10 minuten door, waarbij honderden, zo niet duizenden namen op het scherm verschijnen. Echt waanzinnig. En al die mensen die produceren content, die produceren texturen, die produceren achtergronden, die ze painten. Heel veel specialisme heb je. Animatie, noem maar op. Extreme specialisme en ongelooflijk veel arbeid. Dus ik denk dat dat eigenlijk ook nog steeds een enorme uitdaging is. Om die ultra topkwaliteit die ze bij Pixar halen. Ja, dat is gewoon ook heel veel werk nog steeds. Ja, ik kan me voorstellen met de voorbeelden die we net zagen. Dat haar in de wind of lopend water of noem maar wat. Dat daar inderdaad dat specialismen zijn. Iemand helemaal een lopend waterspecialist is. Je hebt bedrijven die zich daarin specialiseren. Zelf. In Madrid zit een animatiestudio die een Oscar voor hun expertise op het gebied van simuleren van water heeft. Fantastisch. Heren en dames en heren thuis, het is 8:30 geweest en dat is het einde van onze bijeenkomst. Ik wil de sprekers heel erg hartelijk danken voor hun geweldige verhalen en inzicht in dit fascinerende veld. Waar we nog veel, veel, veel van zullen zien. En wat we dus eigenlijk ook al dagelijks gebruiken, als ik het goed heb begrepen. En natuurlijk ook dank voor alle vragenstellers en jullie voor het geven van de antwoorden. En het is opgenomen, u kunt er nog een keertje nakijken als u nog wat verder wilt gaan in de vooral de presentaties. En verder wens ik u dan nog een hele fijne avond.